Eekie dukie, daily challenge tijd. Laten we eens gaan kijken wat het vandaag brengt voor ons. Dit zou wel eens gestand kunnen zijn. Maar goed, dat is puur gebaseerd op hoe de weg eruit ziet en de rest van de bomen. En anders is het waarschijnlijk daar in de buurt. Dus Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen denk ik niet. Want Polen hebben we wel gezien dat zijn meestal goede wegen. Dat zegt hij. Dat zal wel wat meer zeggen. Dat wordt tot... Is dat dit bord? Ik denk het wel. Ik denk dat het dit bord is. En het is geen... Kauna. Kauna is volgens mij was dat Estland, denk ik. Of was dat Letland? Het was een van de twee. Denk ik. Weet je. Kauna en... Daugavpilis... Je zou denken dat dat steden zijn die je wel vrij snel ziet, zeg maar. Voorlopig nog geen in Estland. Letland dan. Ik moet trouwens ook even op de andere namen letten. Natuurlijk niet alleen mijn eigen blind staren op dingetje. Op deze steden. Nou. Oh, Daugavpilis. Oké. Dat is Reneske. Waar zit dingen dan? Waar zit. Zou dat dan. Dat is gewoon. Ze wijzen naar een. Sure. Oké, A13, de E62, dus dat moet deze weg zijn. Dus het zou dan hier ergens zijn misschien? Wat zo? Ja, ik weet het niet. Als het... Het was nog dichter naar de grens toe. En wel grappig dat ze naar een Letse plaats verwijzen zonder de... Of naar een Litouwse plaats verwijzen zonder erbij te vermelden dat het Litouwen is. Ik kan dit niet lezen. Ik kan net niet lezen wat er stond. Dat zou een hele goede aanwijzing geweest kunnen zijn. Want dit kan echt daadwerkelijk overal zijn. Dit zou in... dit zou in Nederland kunnen zijn. Amerika denk ik dat het afvalt gezien het feit dat het voetbal is. Want anders zou dat American football geweest zijn, denk ik. Dus wat dat betreft is dat wel vrij veilig. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Ja, alles in Europa, denk ik. Dat wijst wat mij betreft op... Frankrijk... Maar dit zou ook nog wel eens België kunnen zijn, eventueel. Dus we gaan hem voorlopig even... Ik weet het, dat is echt dom, aangezien dat Frankrijk ongeveer... Ik weet niet hoeveel keer zo groot is als dat België is.
Maar ik denk niet dat dit in het zuiden van Frankrijk is. Ik denk wel dat dit op zijn hoogst zal dit waarschijnlijk bij Bretagne of zo zijn in de buurt. Maar als dit Frankrijk is, ik bedoel, dit kan ook nog altijd België zijn. Ik zoek eigenlijk de definitieve bevestiging dat dit Frankrijk of dan wel België is. Kijk, als het België is, dan is het vrij makkelijk, want dan pleuren we gewoon in Wallonië. En als het Frankrijk is, dan is het wel wat lastiger. .com, daar heb ik niks aan. Ik zoek, oh, ik zie het daar. .fr. Fijn. Dan zet hem hier weg. Want ik denk niet dat het lager als deze lijn is, eerlijk gezegd. Dus dan is Parijs eigenlijk perfect. Ik weet dat dit Parijs niet is. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Ik weet dat dit Parijs niet is, maar... wat het wel is, dat durf ik niet te zeggen. Ja, ik zat er gelukkig maar 397 kilometer naast. Het was toch nog ten zuiden van... Nee, want ik had hier die lijn getrokken, dus... Nee. Zeg maar inderdaad... Oké, sure. Ik accepteer het. Dit ziet eruit als... Dit kan Amerika zijn. Of Canada. Het is raar om te zeggen, maar het is al een tijdje geleden dat we één van de twee gehad hebben, überhaupt. Wireless gift shop, dat helpt niet echt. Becker County... Trans. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat dit, zeker met Adopter Highway, dat dit, hoe heet het? Dat dit Amerika is. Dan is alleen de vraag, waar gaat het zijn? Gezien het feit dat ik dacht van, oh, dit kan Canada zijn, zou je in eerste instantie denken van, ah. Als het Canada is, dan zou ik naar noordelijke provincies moeten kijken. Maar het probleem is dat dit ook zomaar Kansas of wat dan ook kan zijn. Ik gok dat dit geen extra informatie oplevert. Nee, dat dacht ik al wel. Damn it. Yeah. Dus. Dit is lastig. Maar aan de andere kant, als ik dit zo zie, dan zou dit inderdaad heel makkelijk het noorden kunnen zijn. En dan echt Zweden County dingen. Maar wat dan? Michigan, Minnesota, North Dakota. Het zal niet Iowa zijn, denk ik. North Dakota ook wel niet. Hebben we iets? Michigan en... Ja, hier, dan zet ik hem gewoon lekker in Wisconsin. Het zal één van die drie zijn, gok. Michigan, Wisconsin of Minnesota. Denk ik. En ik denk dat het Michigan of Minnesota is, maar... Wisconsin ligt mooi in het midden, dus dat komt eigenlijk mooi uit. Ik bedoel... Ja, yeah, het is wat het is. Nee, dat zijn gewoon vuilnisbakken. En die staan te ver van de weg af om, hoe heet het, om daadwerkelijk van informatie behulpzaam te zijn, om het zo maar te zeggen. Het was Minnesota. Oké. Sure. Oh, wauw. Het wordt wel gelijk in de schoot geworpen. Dus is heel duidelijk Thailand.
Nou gaan we 3 minuten afwachten, want ik denk niet dat ik hier ook maar enigszins informatie uit ga krijgen. Al ziet dit er wel uit als, of is het in ere van de koning? Ah, dat is ter ere van de koning. Ik dacht heel even dat het in een rest een ding was of zo, een hotel. Misschien wel is dat ook wel zo, maar hebben ze er ook gewoon een beeld van de koning bij staan. En ik ga ook ik ga daar voor de rest ook niks over zeggen, behalve dat dat beeld er staat. Want ik weet dat dat Thailand is een van de weinige landen die een belediging van de koninklijke familie echt heel hoog opvat. Ik bedoel, volgens mij is er een verhaal van een radio DJ in, ik denk Amerika, ja, waar anders vandaan, die de koning daadwerkelijk inderdaad beledigd heeft. En nogmaals, dan heeft de koning het zelf niet gehoord, maar dan hebben zijn onderdanen het gehoord. En die hebben hem gemeld bij de Thaise autoriteiten. En daar is nu een, hoe heet het? Een arrestatiebevel tegen hem uit. Zodra hij in Thailand, die kan niet meer in Thailand komen, want anders wordt hij gearresteerd. Ja, nou ja, dat nemen ze daardoor gewoon heel serieus, ja. Maar de koning neemt dan natuurlijk ook nog steeds een hele belangrijke rol in de samenleving in. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Dat is anders als hier in Nederland. De koning betekent daar gewoon nog steeds veel meer dan wat ik zeg hier in Nederland. Dus ja, dat is hetzelfde een beetje als Amerika en zijn en zijn vlag, weet je, dat is, die vlag die staat daar voor iets. Wij kunnen dat hier in Nederland niet voorstellen, dat mensen daar wellicht beledigd over raken, omdat, tuurlijk, wij zijn wel trots op onze vlag, maar het is niet zo dat we helemaal wild worden als mensen die dat verbranden of wat dan ook, weet je. En dat is in Amerika, is dat, een klein beetje anders. En ik denk dat dat daar gewoon heel, heel goed mee te vergelijken is. Dat dat gewoon alles weer gaan volpraten. Terwijl ik nee, daar is hij. Ik weet niet waarom hij dat had. Dat was heel raar. Maar nee, dat zijn gewoon, allebei hebben ze een hele belangrijke functie nog in de samenleving, zeg maar. Zowel die vlag in Amerika als koning in Thailand. En dat zal in Nederland zal het ook wel iets zijn. Ja, nou, schijnbaar. Weet je, dat ga ik niet aan. Dat ga ik niet. Nee. Ik praat liever over de koning in Thailand en vlaggen uit Amerika dan dat ik daadwerkelijk de problemen hier in Nederland ga aanstippen. Want dat is niet mijn taak. Absoluut niet. Ik wil er gewoon wat wijsheid bij brengen over dat onderwerp. Bouwwijze suggereert dat dit ergens in de Alpen is. Ja, weet je, zo goed. Nou, ik ben hier, ik denk, in de Alpen dan, hè? Even voor de, of in deze regio, zullen we het zo zeggen. Ik weet niet of het hier is, misschien wel, misschien niet. Dat hangt heel erg af van alle rest, zeg maar. Het is sowieso Duits, dus dat zou of Oostenrijk of Zwitserland kunnen zijn. Want wat dat betreft, Duitsland heeft alleen München, denk ik, in de regio. Nou, dit is niet München. Dit ligt ook niet in de buurt van München. Dus dat is wel vrij duidelijk. Daarom staat hij daar ook gewoon goed.
Want dan al, als dit Zwitserland is, dan ligt het in het Duitse gedeelte van Zwitserland. En dat ligt natuurlijk veel dicht tegen Oostenrijk aan dan wat dan ook. Maar goed, ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik was ergens over bezig, maar... Ah ja, dat ik hier gewoon echt... Ik denk in mijn jeugd misschien wel... Ik denk dat we ieder jaar wel hier in deze regio op vakantie gegaan zijn. Niet dat ik dat een probleem vond, hoor. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Want het is natuurlijk gewoon, laten we heel eerlijk zijn, dit is gewoon natuurlijk een schitterende omgeving. Het zou hilarisch zijn geweest als ik zo op dat dorpje kon klikken en zo... helemaal naar beneden kon gaan. En in de zomer. We gingen niet skiën. Nee, dat was nou net iets te... Zeg maar, dat... Ja. En dat zou ik nog niet doen, want ik weet zeker als ik 10 seconden op ski sta, dan leg ik op mijn gezicht en dan breek ik alles. Mijn kennende. Het was Zwitserland. Weet je wat het is? Ik durf te wedden dat de mensen die hier in de omgeving gaan skiën of wandelen, et cetera, dat die deze bergen allemaal wel herkend zullen hebben. 100%. Met name deze, want volgens mij kreeg ik daar recht op uit. Dus. Fjord Summary 21.000. Terwijl het toch niet een extreem goede ronde was, moet ik zeggen. Ik bedoel, alleen die eerste zat ik onder de 100 kilometer. De rest was ik allemaal ruim boven. Dus ja. Goede score moet ik zeggen. Ondanks al het andere. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.